allemaal weer welkom in het depot van het Liebers Museum. Een van de meest charismatische beroepen is waarschijnlijk het beroep van archeoloog. En dat komt waarschijnlijk door alle berichten over Egypte en de opgravingen en de Inca's en Pompeji. Maar je hoeft niet zo ver te gaan hoor, want in de bodem van de Liemers zijn ook heel veel vondsten gedaan. Laat ik bijvoorbeeld deze pot nemen, die komt uit de ijzertijd. In de Liemers gevonden. Of dit bijltje uit de steentijd, 5000 tot 2000 voor Christus. Nog een bijltje, maar deze is van ijzer. En dit pijltje is best wel oud als je bedenkt dat het van ijzer is gemaakt. Het is gebruikt voor 450 na Christus. En wat ook hartstikke interessant is, dat zijn de dierlijke vondsten natuurlijk. Een beetje op de grens van archeologie en paleontologie. Bijvoorbeeld deze hoornpit van een steppenwisent die hier 50.000 jaar geleden heeft rondgelopen. En dit kleine prachtige vaasje die in de 14e of de 15e eeuw is gebruikt. Al met al prachtige objecten. Deze objecten liggen in het depot. Kun je nagaan hoe mooi de objecten zijn die in het Liebers Museum liggen. Verdeeld over twee kamers. En onder toezicht van Jan Verhagen, onze conservator van de archeologie, daar is neergelegd. Moeite waard om daar eens te gaan kijken. Ik sluit weer af met een sappig weetje. Er ligt ook een gefossileerde drol in het museum. 2000 jaar oud. Dus als je ernaar wil kijken, hij ligt in de vitrine en hij stinkt echt niet meer. Bedankt.